Hier zijn je lekkere noedels, schat. Denk eraan, je moet ze allemaal opeten. Op mij kun je rekenen, pap. Ben je klaar voor Popje? Wauw, je bent zo'n goede danser. Zo sierlijk. Ik wou dat ik zo kon bewegen. Hoe kan het dat je nog niet duizelig bent? Ik denk dat dat wel genoeg is. Alleen al naar jouw kijk heeft me hongerig gemaakt. Lekker, dat noem ik pas noedels. Oké, Popje, jij bent aan de beurt. Niet stoppen met draaien. Oef, eindelijk thuis. Dat potje voetbal was intens. Ik heb rust nodig. Ik kan niet wachten om deze schoenen uit te trekken. Ah, dat voelt zo goed. Tijd voor een dutje. Wacht, is dat kaas? Het prikt in mijn neusgaten. Ik denk dat ik de boosdoener heb gevonden. We moeten deze afdoen. Dit mag haar moeder niet zien. Kom op, zeg. Neem je me nou in de maling? Een insect. Je weet dat je geen huisdieren mag hebben. Wie weet wat ik hieronder ga vinden. Deze is nog erger. Dit is walgelijk. Oeh. Laat maar, ik wil het niet weten. Ik weet hoe ik dit moet oplossen. Jij gaat met mij mee. Heb eens. Ik heb een sok gevuld met zeep. Ik zal ervoor zorgen dat ik Betty's voeten ermee bedek. Dan kan ik deze rubberen laars gebruiken om hem schoon te maken. Dit zou hem goed moeten spoelen. Ik hoop dat het water lekker warm is. Dat is wel goed. En nu terug naar bed. Wauw, er is geen vuil meer. Ze zijn brandschoon. Ik zorg ervoor dat Betty knus ligt. Dat is beter. Slaap lekker, schat. Wat een dag. Laten we hier weggaan. Sst, maak de reus niet wakker. Het is speeltijd. Laten we dit doen. Nee, doe dat niet. Ik weet waar ik mee bezig ben. Laat me gewoon mijn ding doen. Kijk uit. Woehoe. Het is ons gelukt. Geef me een 5, vriendin. Dit is geweldig. Ik voel me zo levend. Laat me niet vallen. De kamer draait. Omhoog. Dit horen we niet te doen, toch? Kom op, het wordt leuk. Betty zal geen idee hebben wat er gebeurd is. Ik denk dat ze een make-over nodig heeft. Deze zullen haar helpen schitteren. Wauw, ons werk zit erop. Geweldig gedaan. Kom op, de nacht is nog jong. Het is tijd om op pad te gaan. Ik heb dit altijd al willen doen. Hou je goed vast. Dit zou nog geen sobbelig kunnen worden. Ik heb geen rijbewijs. Wacht, vertel je me dat nu pas? OMG, dit is geweldig. Wauw, sneller, sneller. Kom op, gas geven. Jij hebt nog niets gezien. Oh ja, dit is pas wat ik bedoel. Ik ga over mijn nek en ik ben er dol op. Ik wil dat deze nacht nooit eindigt. We kunnen beter terug naar bed gaan. Ja, ik ben zo moe. Ik ben niet meer zo jong als vroeger. Weet je nog dat we vroeger de hele nacht door konden feesten? Ja, mooie tijden. Oh, is het al ochtend? Ik heb zo raar gedroomd. Ik droomde mijn poppen leefden. Wacht, wat? Wat is er gisteravond gebeurd? Het was een droom, toch? Waar heb ik het over? Natuurlijk was dat het. Kan dit er maar beter afwassen. Nee, geef de bal niet door. Oh, waarom doen ze dat nou? Hé, papa, laten we spelen. Nee, nu, lieverd, de grote wedstrijd is begonnen. Kom op, we spelen ook nooit. Heb je het weer gezien? Je kunt niet naar buiten, het stormt. Als je het zo stelt. Maar ik kijk er naar uit. Sorry, lieverd, misschien volgende keer. Oh, ik heb een doelpunt gemist. Papa brengt meer tijd door met sport kijken dan met mij. Het is zo oneerlijk. Ik ga wel met de muur spelen. Alweer. Oh, mooie vangst. Kijk hier eens naar pap. Betty schiet en ze mist. Oh, kijk uit. Wow, trickshot. Ik heb geen idee hoe dat gebeurd is. Passen. Geef die bal door. Ga. Nee. Oh. Oh, dat gaat een bult achterlaten. Wat is er gebeurd? Ik herinner me iets dat door de lucht vloog toen... Bam! Wacht, kijk eens naar deze puinhoop. Niet te geloven. Betty, heb jij dit gedaan? Je moeder zal zo boos zijn. Alles is vernield. Betty is hier niet. Ga de volgende keer buiten spelen. Het is nog steeds behoorlijk wild buiten. Maar dat is niet erg, je kunt deze paraplu gebruiken. Misschien ook niet. Die hoort in de prullenbak. Wacht, ik heb een geweldig idee. Wacht daar maar. Ik moet wat aanpassingen maken. Schaar. Oh, juist. Alsjeblieft. Veel succes. Ik hoop dat dit werkt. Plakband, snel. Aan de slag, pap. Dit kun jij. Ik denk dat dat voldoende is. Wauw, het is prachtig. Probeer het maar eens. Oh, dit voelt goed.
We passen bij elkaar. Klaar om te spelen? Dat ben ik zeker. Laten we dit doen. Oh, ik haat mijn werk. Het is zo saai. Ik haat huiswerk. Dit houdt ook nooit op. Hoe laat is het? We zijn officieel op vakantie. Dit kan de prullenbak in. En ik hoef dit stomme shirt niet te dragen. Dat lijkt er meer op. Ik kan eindelijk mezelf zijn. Doe je mee, Betty? Ik hoopte al dat je dat zou zeggen. Tot ziens, schoolwerk. Ik ben zo blij dat ik dit uniform uit kan doen. Het is niet mijn stijl. Ik heb de hele dag op dit moment gewacht. Ik ben zo blij. Ik heb deze niet meer nodig. Hoe zie ik eruit? Oh, ik kan maar beter mijn tas inpakken. Ik heb de belangrijkste spullen. Je moet altijd snoep meenemen op vakantie. En je kunt nooit genoeg chocoladepasta hebben. Je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat ik klaar ben. Wacht eens even, ik was het bijna vergeten. Jij komt met mij mee, Teddy. Huh? Wat is dat? Heb je geen broek? Ik ben jou ver vooruit. Maar kijk deze eens. Je gaat zo modieus zijn. Ik hoop dat het allemaal past. Het is een beetje krap. Ik ben er bijna. Misschien als je je adem inhoudt, Teddy. Naar binnen. Ah, het werkt niet. Wacht eens even. Welke kleren moet ik inpakken? Papa heeft veel ruimte. Het is perfect. Shh, Teddy. Dit is ons ruimpje. Wat vind je ervan? Het ziet er behoorlijk comfortabel uit. Naar binnen. Ben je aangekomen? Zo, ik moet gaan. Ik neem ze allemaal wel mee. Wat doet Teddy in mijn bagage? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Kom op, we gaan. Ik weet wat ik moet doen. We stoppen Teddy in deze tas. Dan maak ik de bovenkant dicht. Vervolgens hebben we de stofzuiger nodig. Dit deel is het leukst. Ik gebruik de stofzuiger om de lucht uit de zak te zuigen. Kijk, het wordt al kleiner. Nu zou je in je tas moeten passen. Laten we het eens proberen. Wow, wat is er voor hekserij? Het is verbazingwekkend. Het past perfect. Ik denk dat het alles is. Laten we gaan. We moeten ons vliegtuig halen. Ik weet het. We moeten snel weer gaan lunchen, schat. Het is zo lang geleden. Mama, mijn veter. Ik moet hem strikken. Heb je volgende week tijd? Pieuw, pieuw. Klinkt goed. Wacht even. Laten we gaan, lieverd. Huh? Waar breng je me heen? Het is gelukt helemaal mijn eentje. Mama, waar is ze heen gegaan? Ik moet echt naar de kapper. Mam, ik verveel me. Wow. Oeh, snoep. Oh, hij is leeg. Ik wil wat plezier hebben. Wauw. Ik kan ook mijn tong uitsteken. Kijk. Dat is niks. Oh, wat is dit? Dit ziet er interessant uit. Wow, wat zit erin? Wauw, kijk dit eens. Ik ga ze opplakken. Ik plak eentje hier. Dit is gaaf. Het zijn net tatoeages. Ik zie er zo cool uit. Waar is hij nou weer? Leon! Oh! Ik kom aan, mama. Wat vind je ervan? Wat heb je gedaan? Je kunt niet zo naar buiten. We moeten de pleisters eraf halen. Auw, nee, het doet pijn. Kom terug hier. We hebben hier geen tijd voor, hoor. Laat daar. Ik ben hier te oud voor. Liam, kom hier, nu. Nee, je kunt me niet dwingen. Ga zitten. Geef me je arm. Ik denk dat ik weet hoe ik dit moet oplossen. En het is pijnloos. Ik doop een wattenstaafje in de vaseline en wrijf het over de pleister. Nu kan ik hem er gewoon afpellen. Zo, dat was niet zo erg, toch? Huh? Waar is het? Nu de rest nog. Nu kan ik je knappe gezicht zien. Oké, laten we gaan. Ze heeft er één gemist. Sst, het is ons geheimpje. Je bent zo mooi, Pop. Hier is je snoepmakker. Maar je moet niet naar het toilet voor me gaan, toch? Nee. Laat me gaan. Oké, hou je vast. Wee, dit is zo leuk. Woehoe.
Ah, een geweldige buitenlucht. Niet te ver gaan, lieverd. Oh, dat is mooi. Ik wil het. Helles! Dat ruikt lekker. Ik moet plassen. Papa! Papa, we hebben een noodgeval. Ik wist het. Oké, kom met me mee. Schiet op. Hier moet een struik of zoiets zijn. Aha, dit is perfect. Zo kan je van natuur genieten terwijl je plast. Echt niet. Oké, laat me denken. Ik weet het, volg mij. Waar is het? Poppie! Hier ga je. Je maakt een grapje, toch? Nee! Denk na, kerel. Dit is serieus. Dit kan misschien van pas komen. Hebbes, wacht even. Ik zal de emmer in de kofferbak zetten. En dit deksel zal dienen als een toiletbril. Uw troon wacht. Net op tijd. Ik zal dit deken ophangen om je wat privacy te geven. Alweer een normale dag als vader. Hey, haast je een beetje. La 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 la. Eva. Er gaat niets boven een lui dagje auto wassen. Het is wel warm. Hallo daar. Tijd om de buik in te houden. Je had erbij moeten zijn. Kijk dat eens. Niemand kan mijn haarflip weerstaan. Hey dames. Dat moest grappig zijn, toch? Klassieker. Ze lachen met mij. Toch? Typisch. Ach ja, terug aan het werk. Moet mooi en schoon worden. Het is brandloos. Goed gedaan. Ik ben er best tevreden mee. Ik ben klaar voor school, papa. Stap maar in, schat. Ja, laten we gaan, pap. Laten we eerst wat muziek opzetten. Ik hou van dit liedje. La 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 la. Nee, wat ben je aan het doen? Oeps, sorry. Ik heb de auto net schoongemaakt. Maar ik kan nog steeds een beetje dansen. Woehoe! Wat zei ik net? Het is oké, haal adem. Denk aan de yogalessen. Wacht, ik heb een idee. Dit t-shirt zal alles oplossen. Ik doe hem over de hoofdsteun. Trek het dan over de zitting naar beneden. Nu kun je dansen, lieverd. Dankjewel, pap. Na, 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 na. Daar gaan we. Wegwezen. Ik moet wat muggenspray op je spuiten. Nee, dat is vies. Waar ga je naartoe? Ach ja, ik heb het geprobeerd. Nee, nee, nu kan je me niet pakken. Is dit een goede plek om mijn snoep te eten? Wat een interessant boek. Zo kleverig. Oh, nee. Ga weg. Mami. Laat me met rust. Was dat Liam? Nee, het was waarschijnlijk niks. Help me. Pakken. Nu zijn ze boos. Je moet me helpen, mami. De muggen hebben me te pakken. Ze zijn echt gemeen. Maak je geen zorgen, schat. Ik weet al wat ik moet doen. Je hebt een paar druppels van dit nodig. Ik zal ze op je polsbandje doen. Dit houdt de muggen weg. Ze zullen je niet meer lastigvallen. Geef me nu een kus. Ik ga liever met de muggen hangen. Ik ben weer terug en nu is het persoonlijk. Pak aan. Het is bedtijd, lieverd. Hier is je knuffelbeer. Dankjewel, papa. Slaap lekker, Eva. Ik zie je morgen. Wacht. Het is zo donker. Ik vind dat niet fijn.
lekker uit, Balans. Ik kom eraan, lieverd. Wat is er? Wil je vechten? Ik bedoel, is alles oké? Het was donker en toen de storm. Nee, het is goed. Maak je geen zorgen. Alles is oké. Ik ben hier. Wil je een verhaaltje horen? Sluit je ogen maar. Er was eens... Oh, ze slaapt. Ga niet weg! Shh, ik ben er nog. Rustig maar. Papa! Dat is beter. Oh, kom op! Ik denk dat ik een idee heb. Deze rubberen handschoen zou handig zijn. Ha, snap je hem? Ik doe de handschoen in het glas. En ik vouw de handschoen over de rand. En ik heb nog een glas gevuld met rijst. En ik vul de handschoen met de rijst. Nu haal ik de handschoen uit het glas en leg ik er een knoop in. Ik denk dat dit zal werken. Ik leg het gewoon op Eva's arm. Ja! En nu kan ik wegsluipen. Auw, mijn been! Niet huilen! Hey pap, laten we dansen. Kom op, het wordt leuk. We kunnen zien wie de beste danser is. Daag je me nou uit? Daar gaan we. Ik weet dat je dit niet kunt. Jouw beurt. Jouw vader van je kan wel wat. Geef toe, je bent onder de indruk. Phew, dat is moeilijker dan ik dacht. Wie vind jij de beste danser? Ik ben het. Stem op mij of je krijgt huisarrest. Hey, ik weet dat ik hiermee een omelet kan maken. Tada! En deze dan? Nog één ei komt eraan. Ugh, ik heb nog maar één kans. Lieverd, nee! Leg de knuppel neer. Oké, zie je dit ei? De schalen blijven buiten de pan. Oefening baart kunst. Man, deze naschoolse snacks zijn suf. Blech, saai. Hey, waarom kijken we daar niet in? Mama vult het de hele tijd aan. Zie je wel? Dit ding was hier nog niet vanmorgen. Laten we eten. Ik vraag me af hoeveel stukken het zijn. Wees er voorzichtig mee, oké? Lepels klaar! Dit wordt geweldig! Ah, zo lekker, toch? Wacht, er ligt een briefje onder dit ding. Taart voor mama? Wat hebben we gedaan? Misschien kunnen we nog een taart maken? Kunnen marshmallows ook werken? Met chocolade kan het zeker! Plaats gewoon vierkante stukjes chocolade over de schotel. Leg dan wat gigantische marshmallows erop. En de laatste stap, zet het even in de oven. Tot zo! Als het er zo uitziet, is het klaar om uit de oven te halen. Voorzichtig, het is superheet. Nou, kijk naar deze schoonheid. Mama zou het geweldig vinden. Ze is thuis. Ka! Hoi, lieverd. Je hebt aan mijn verjaardag gedacht. Hier, gebruik dit. Nou, dit is pas vindingrijk. Een gesmolten marshmallow dip. Zo kleverig en warm. Smaakt naar zomer op een bord. Mooi, ben jij niet de liefste zoon ooit? Hou van jou. Phew. Ja, ik kan niet wachten om deze te proeven. Limonade, 5 cent. Vers geperst door mij. Kom het maar halen. Hallo iedereen. Er is genoeg, kom maar. Oeh, jullie hebben dorst, hè? Geniet ervan. Daar ben ik vrij snel doorheen gegaan. Ik heb geen druppel meer over. Wat ga ik nu verkopen? Wat is er gebeurd? Het is helemaal op. Oh, dat is jammer. Maar misschien kun je het sap wisselen. Zie je deze watermeloen?
steek dit ding door de buitenkant. Trek het er dan uit. En je hebt jezelf een kleine centrifuge gemaakt, zie je? Stop deze erin en je bent klaar om te gaan. Pas perfect. Snijd nu met een mes een vierkant uit de bovenkant. Steek dan deze menger erin om het vlees in sap te veranderen. Je kunt het allemaal zien. En nu komt het leuke gedeelte. 1 glas watermeloensap. Alsjeblieft. Verser dan dit wordt het niet. En nu mijn beloning voor al dat harde werk. Nu moeten we alleen het bord nog veranderen. Dat was het dan. Oké, laat de klanten maar komen. Er is genoeg voor iedereen. Ik ben blij dat deze deken groot genoeg is. Geeft de bank een hele nieuwe look, zie je? Wow! Het is al goed. Ik moet gewoon dit licht blokkeren. De 3D filmavond is officieel begonnen. Leuk! Nee, uit! Dat is beter. Het lijkt erop dat ze problemen heeft, hè? Bedankt voor de popcorn, pap. Huh? Wat is er mis met dit spul? Betty, wat is er met het zure gezicht? Gezouten? Jij en je kieskeurige gehemelte. Filmavond is helemaal verpest. Jeetje, Betty. Wil je wat zoets? Nee. Oké, dan. Het is altijd zo'n kieskeurige eter. Ik kan gewoon een speciale popcorn maken. Maar in plaats van de magnetron kook ik het in de pan boven het fornuis. Dit is slechts de eerste stap. Omdat ze van zoet houdt, doe ik er leuke karamelsnoepjes bij. En nu laten we de hitte zijn magie doen. Oh, er gebeurt al van alles. De olie spettert echt. Maar dat betekent gewoon dat het werkt. En voor je dit weet, heb je echte popcorn. Of zou ik zeggen, karamelmais. Het ruikt ook nog heerlijk. Hey Betty. Is ze al in slaap gevallen? Jammer. Denk dat dat gewoon meer popcorn voor mij betekent. Zo lekker. Ugh, hoe maak je dit ding in hemelsnaam open? Het wordt helemaal papperig. Goor, zo pluizig. Bleh. Het is alsof je in een kat ligt. Misschien als ik het ding gewoon doorsnijd. Tot nu toe gaat het goed. Maar ik snij al het fruit eraf. Er is bijna niks meer te eten. Dit is hopeloos. Ik ben de slechtste kok aller tijden. Schatje, wat is er aan de hand? Ben je aan het huilen? Die kiwi haat me. Nou, dat kunnen we wel oplossen. Laat me denken. Zie je dit? Neem je mes en snij het zo door. Snijd de helft dan weer doormidden. En doe het ook aan de andere kant. Duw het tegen de rand van een glas tot de schil van de vrucht gescheiden is. En het valt gewoon in het glas. Helemaal klaar, zie je? Mam, je bent een genie in het snijden van fruit. Wow, die dingen zijn echt glad. Nou, dat ging prima. Maar misschien kan een vork helpen. Tadaa! Oké. Bedankt. Lekker. Je bent mijn kleine kiwi liever. Alsjeblieft, David. Eeuw, dat ziet eruit als een kom modder. Kom op, het is goed voor je. Probeer het gewoon. Ik wil het niet, mam. Gadver. Ik kan dit niet eten. Het is gewoon een hoop rotzooi. Hoe zit het met die taart daar? Daar heb ik veel meer zin in. Zoveel glazuur. Nee, absoluut niet. Ik weet het. Je hield altijd al van sinaasappels. Dat is nog steeds niet hetzelfde als taart, mam. Nee, dank je. Misschien heb ik iets anders. Eiwitrijke yoghurt? Kijk wat ik voor je heb, David. Ik weet het niet. Ik denk niet dat ik het lekker ga vinden. Wacht.
ik denk dat ik nog een beter idee heb. Het kost alleen een beetje voorbereiding. Schil gewoon wat sinaasappelen en prik ze door met een houten stokje. Doe ze in een groot glas. En giet nu je favoriete yoghurt erin. Dit zal geweldig smaken met het fruit. En je kunt er zoveel smaken aan toevoegen als je wilt. Het zit bijna vol. Zet het nu even in de koelkast. En in slechts een half uur heb je een lekkere tractatie. Gewoon neerleggen en het stokje eruit trekken. Moet allemaal bij elkaar blijven. Snij het ding dan in plakken. Is het niet prachtig van binnen? Het is net een zoet dessert, maar zonder al die extra suiker. Is dit mijn ontbijt? Dit lijkt er meer op. Ruikt heerlijk. Ik weet dat ik deze in 2 seconden kan knallen. Ben je naar de winkel geweest? En ik heb je favoriet. Vanille-ijs. Eens kijken. Ik heb ook nog wat andere dingen. Dit is het enige waar ik om geef. Maar hoort het zo zacht te zijn? Oh, het is net ijssoep. Oh, nee. Oh, alsjeblieft, niet huilen. Hier, ik zal dit voor je oplossen. Hé, mag ik je speciale speeltje daar gebruiken? Ik denk wel dat ik iets kan regelen. Stop je favoriete nozen in alle kleine gaatjes. Giet dan je gesmolten ijs eroverheen. Je kunt elke smaak gebruiken die je wil. Zorg ervoor dat je alles volledig bedekt. Perfect! Plaats het nu voorzichtig in de vriezer en probeer niet te morsen onderweg. En nu wachten we 10 minuten. Klaar! Leg het gewoon op het bord, ondersteboven, zie je? Oh, dit is gewoon geweldig, papa! Wacht! Ik vergat bijna het beste deel. Je houdt toch van chocoladesaus? Alsjeblieft. Je bent de beste, papa. Het lijkt erop dat ik alle noten heb gebruikt. Er is niks meer van mij over, denk ik. Het is net een feestje in mijn mond. Graag gedaan. Oké, ik ben er. Daar zijn allemaal strandspullen. Het belangrijkste eerst, de slee. Mag mijn donutzwemband niet vergeten. Dat is alles. Nu nog alles vastmaken met een bungee-touw. En nu op naar het strand. Wauw, kijk hoe makkelijk ze alles met haar meedraagt. Zo slim. Laten we gaan wandelen. Tada! Wat een mooi meer. Ah, ik val! Nee, ik ben doorweekt. Jared, help! Betty, ik kom eraan. Het water was zo koud. Oeh, je bent drijfnat. Kijk, mijn laarzen zitten vol met water. Je moet die natte kleren uittrekken. Anders gaat je lichaamstemperatuur nog verder omlaag. Maar ik heb het nog steeds koud. Wacht, ik heb een idee. Ik maak een vuurtje. Waar zijn de lucifers? We kunnen geen vuurtje maken met natte lucifers, Jared. Nou, misschien zit er iets anders in dat we kunnen gebruiken. Yes, plastic folie. Dit moet werken. Oké, ik heb het zo koud dat ik bereid ben alles te proberen. Ik ga je helemaal hiermee inpakken. Het werkt echt, ik beloof het. Niet je torso vergeten. Oké, nu knip ik het aan de voorkant open. Zie je? Nu heb je een jasje van plastic folie. Wauw, het houdt me nog warm ook. Mijn held. Oké, laten we hem samen neerleggen. Yes, tijd voor het strand. Jared, wacht. Blijf staan. Deze moet eerst opgeblazen worden. Wat? Ik? Maar jij hebt hem gekocht. Ugh, oké dan. Zo, klaar. Oké, laten we gaan. Oeh, ik ben dol op zwemmen. Huh? Oh nee, hij loopt leeg. Nee, er zit een gat in. Dat is balen. En hij heeft daar al plezier zonder mij. Vandaag zit echt alles tegen.
Wat moet ik nou doen? In deze fles zit water. Dat betekent dat er ook lucht in kan. Ik maak hem helemaal leeg en dan gebruik ik dit koord. Aan één kant van het koord maak ik een knoop en aan de andere kant gebruik ik een kabelbinder. Ik vind kabelbinders altijd heel leuk om te gebruiken. Ik maak hem zo strak mogelijk vast. Perfect, de eerste is klaar. Nu nog een paar. Tijd voor de volgende kabelbinder. Ze moeten goed strak zitten. Klaar, ik heb een hele reeks gemaakt. Wie heeft er nog een donutzwembad nodig? Ik niet, want ik heb er zelf één gemaakt. Tijd om te gaan zwemmen. Wauw, wat heeft Betty daar? Leuk gedaan. Helemaal zelf gemaakt. Kom mee. Laten we naar het diepe gaan. Ik kom eraan. Ik moet zorgen dat ik niks vergeet. Jared, draai je om zodat ik dit in je rugzak kan stoppen. De eieren moeten ook mee. Wacht, die gaan waarschijnlijk stuk in de rugzak. Wacht even, ik heb een idee. Tijd om een paar eieren te breken. Ze allemaal om precies te zijn. En nu gaan we ze kloppen. Klaar, dan hebben we nog een lege waterfles nodig. Ik giet de geklopte eieren er gewoon in. Klaar, en ik heb niet eens gemorst. En nu de top. Perfect, de eieren zijn klaar voor de reis. Dat is zo raar, Betty. Volgens mij heeft iemand geen zin in een campingomelet. Nou, je kunt ook gewoon een sok gebruiken. Je doet de eieren gewoon in de sok. Zie je? Eiersok. Ik ben geniaal. Oh, Jared. Ik zal ze in mijn rugzak stoppen. Oké, zijn we klaar om te gaan? Yes, de tent staat op. Ik heb best wel honger inmiddels. Nu al? Oké, ik zal wat klaarmaken. Hier is de koekenpan. Geef je eieren maar. Hier heb ik ze. Volgens mij heb ik een probleem. Ik zei toch dat dat geen goed idee was? Dat noem ik nou nog eens eiersokken. Gelukkig heb ik mijn eieren ook meegenomen. Die zitten veilig in de fles. Kijk, ik kan ze zo in de koekenpan gieten. Oeh, ze zijn al lekker gaar. Ziet er goed uit, nietwaar? Tijd om aan te vallen. Eten smaakt altijd beter tijdens het kamperen. Ik heb het koud. Kan je opschieten met dat vuurtje? Ik doe mijn best. Het heeft alleen nog wat extra zuurstof nodig. Nog even geduld, het brandt bijna, ik weet het zeker. Ik moet nog wat meer blazen. Ik voel me een beetje duizelig. Jared, gaat het? Heb je water op me gespuugd? Ja, je was flauwgevallen. Luister, neem even pauze. Nou eigenlijk... Yes, ik heb een ander idee. Voor deze heb ik 2 plastic flessen nodig. De ene past precies in de andere om een balg te maken. Zie je? Nu hoef je niet meer te blazen. Kijk, Jared, het werkt. Wat werkt? Oh, kijk, het vuur. Het was een eitje. Ik heb het gewoon aangewakkerd. Ugh, nu heb ik het warm. Dit is een goede plek, toch? Ik heb wat voor je. Oké, open je ogen. Ze zijn zo mooi. Dank je wel. Ze zijn allemaal geel, behalve deze. Deze is speciaal, net als jij. Oh, je bent zo lief. Je verdient een kus. Oh, een mug. Hij zat op je gezicht. Dank je. Nu terug naar het zoenen. Nu zit er een op jou. Oké, volgens mij zijn ze weg. Auw. Oh, ik ook. Ze zitten overal. Oh, ze zijn zo irritant. Ik ben er vandoor. Nee, Betty, wacht. Hou deze even vast. Kijk,
Deze waterfles gaat ons redden. Ik heb beide helften nodig, evenals wat insectenlokmiddel en water. Ik doe hier een schepje van in de fles en dan voeg ik wat water toe. Dat lijkt me de juiste hoeveelheid. Dan doe ik de andere helft er ondersteboven op. Klaar, ik heb een insectenval gemaakt. Kijk Betty, de muggen zijn allemaal weg. Oh, je hebt gelijk, wat een verademing. Ze vliegen in de fles en dan kunnen ze er niet meer uit. Tijd voor die kus. Oh, ik heb een heleboel stokken verzameld. Zeg dat wel. Phew, dat was een flinke klus. Water, geef maar hier. Ik ben bijna uitgedroogd. Ah, ja hoor, alsjeblieft. Hé, er zit niks meer in. Je hebt het allemaal opgedronken? Wat moet ik nu drinken? Zo egoïstisch. Oh, sorry, ik heb nog wel wat meer water bij me. Verdorie, deze is ook leeg. Wacht, en deze dan? Huh, die ziet er ook leeg uit. Ja, goed gedaan, Jared. Ik ben zo terug. Ik kan gewoon dit water gebruiken. Zo slecht ziet het er niet uit. Ruikt prima. Betty, ik heb water voor je. Meen je dat nou? Waar heb je dat vandaan? Denk je nou echt dat dit veilig drinkwater is? Oh, we hebben houtskool. Dat is de oplossing. Eerst giet ik dit water in een andere beker. Zo smerig, dit ga ik echt niet drinken. Oké, de fles heb ik en nu alleen nog wat gaas. Ik dek de opening ermee af. En een elastiekje om het gaas op zijn plek te houden. Dit zit goed vast. Ik heb de onderkant van de fles geknipt en de bovenkant vul ik nu met houtskool. Dan doe ik het zand erin. Goed zo. En dan de stenen. Maar niet allemaal. En dan nog wat meer zand. En als laatste nog wat stenen erbovenop. Nu zit ik de fles bovenop het flesje waar ik uit wil drinken. Nu is het tijd om het water door mijn filter te gieten. De stenen en het zand vangen alle viezigheid op. En het houtskool zuivert het water. Kijk, daar is het schone water. Al het water is toegevoegd en gefilterd. Kijk hoe schoon het nu is. Wauw, ik had best wel dorst. Nee, dit is mijn water. Niet eens een klein slokje. Oké, dan, jij hebt tenslotte het water gehaald. Jee! En het smaakt heerlijk. Het is tijd voor een beetje wetenschap, schat. Laten we een monster maken. Niet nu. Vandaag gaan we plezier hebben. Ik heb gezichten getekend op deze lege toiletrol. En nu ga ik er wat balkpoeder in gieten. En dan voeg ik wat eetbare kleurstof toe. Dat moet goed zijn. Nu komt het speciale ingrediënt. Azijn, ben je er klaar voor? Oh, dit is zo grappig. Ze waren het overgeven. Wauw, doe het opnieuw, mama. Dat was een goed potje, mam. Ja, lieverd. Oh, pluisje. Je ziet er zo schattig uit in je hondenkraag. Daar ga je. Wat is er met je haar gebeurd? Het lijkt net alsof je in een bosje bent gevallen. Laat maar. Ik denk dat iemand in bad moet. Oh, in bad gaan? Mijn ogen, ze branden. Laat het stoppen. Nee, niet weer. Ik vind het fijn om te kunnen zien. Oké, dat gaat niet werken. Wacht even. Pluisjes hondenkraag. Die is van mij. Dit brengt me op een idee. Ik denk dat dit zou kunnen werken. Mam, wat ben je aan het doen? Ik plaats de kraag over je petje. Dan zet ik je haar in de goede plek. Dit is niet heel modieus. Hoe zijn we hier beland? Mam, weet je zeker dat dit gaat werken? Geen plotselinge bewegingen, lieverd. Ik kan nog steeds zien. Zie je wel, alles gaat goed. Laten we dat haar wassen. En nu smoel ik het af. Dat kietelt. Dat is mijn meisje. Oh, ik weet niet wat ik anders moet doen. Gewoon een klein hapje, lieverd. Nee, ik wil het niet. Het is vies. Oh, ik weet het. Ik zal je dit speeltje geven. Nee. Prima. Hoe zit het met al deze poppets? Ik heb er al één. Zie je wel? Hou ze. Ik heb het geprobeerd.
Wat dacht je van deze koffer vol met geld? Denk eens aan al het snoep wat je kunt kopen. Oh, zoveel geld! Nee, je kunt me niet omkopen. Je bent wel moeilijk om zaken mee te doen. Ik wil het niet! Wow! Een mooie keuken! Dat was leuk. Ik wil met mijn zeemermin spelen. Een zeemermin? Dat brengt me op een idee. Om de maaltijden leuk te maken heb je alleen een lepel en wat boetseerklei nodig. Maak de klei plat. Dikkel het dan door het handvat van een lepel en vouw het eromheen. Klei vervolgens de onderkant van de vorm in een vissenstaart, zoals dit. Gebruik vervolgens gereedschap om wat details aan de staart toe te voegen. Teken voorzichtig in de klei met het gereedschap. Het ziet er goed uit. Laten we nu de visschubben toevoegen. Begin bovenaan en werk naar beneden langs het handvat. Denk eraan om niet te diep te gaan. Laat het gereedschap rustig over de klei heen gaan en als je dat eenmaal hebt gedaan, zet je de lepel op de bakplaat en schuif je hem in de oven. Dit zal de klei bakken en uitharden. Haal het uit de oven en laat het afkoelen. Verf tot slot de klei zilver. Ik hoop dat dit werkt. Wauw, een zeemerminlepel. Het is zo magisch. Goed gedaan. Hi, lieverd. Papa. Hi, schat. Hier is je ontbijt. Ugh, ik eet dit niet op. Niet weer. Zo vader, zo dochter. Nee, dit gaat niet werken. Ik neem er wel één. Goede keuze. Alsjeblieft. Hier, Betty. Laten we gaan, lieverd. Lekker. Wacht even, lieverd. Ik moet even opnemen. Hallo? Oh, hoi. Wat leuk dat je belt. Mama! Dat deed ze toch niet? Ik geloof je niet. Oké, Betty. Mijn lolly! Ik kan hem maar beter oprapen. Het ziet er vies uit. Waar is mijn ballon gebleven? Nee, kom terug. Het spijt me, ballon. Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen? Betty, wat is er aan de hand? Oh, ik bel je terug. Het komt goed, lieverd. Mama lost het op. Het is een noodgeval. Fijn om zaken met je te doen. Ik had op de universiteit moeten blijven. Ik moet voorkomen dat dit weer gebeurt. Ik zal het lint om de lolly wikkelen. Dat moet goed zijn. Alsjeblieft, Betty. Wauw, dankjewel, mama. Kijk, mijn ballon vliegt niet meer weg. Oh, heel fijn, schat. Ik ben zo blij. Mama? Mama lost het op. Oeh. Dat was apart. Dit is super. Wat een mooie tekening. Ik heb meer groen nodig. Oh, mijn kleine knutselaar. Hoi, mama. Oh, nee. Wat is dat? Wees alsjeblieft niet de hamster. Oh, het zijn je krijtjes. Nee, hoe moet ik nu tekenen? Het is oké. Mama bedenkt wel iets. Hoop ik. Waarom overkomt mij dit? Dit is een ramp. De bakvorm kan handig zijn. Het is het proberen waard. Ik zal de gebroken krijtjes in de bakvorm plaatsen. Ik zal ze in de cijfers plaatsen. Ze zitten er allemaal in. Nu zet ik de vorm in de oven. Dit zou de krijtjes moeten smelten. Dit is net alsof ik een taart aan het bakken ben. Ik hoop dat het werkt. Het is tijd om de bakvorm uit de oven te halen. Voorzichtig, het is heet. Ik laat ze afkoelen en haal ze dan uit de bakvorm. Dit ziet er leuk uit. Ik schik ze op dit bord. Ik hoop dat Cheryl ze leuk vindt. Mijn favoriete krijtjes. Het is oké, schat. Kijk wat mama heeft. Zijn dat krijtjes? Het zijn nummers. Welke zou ik eerst gebruiken? Kijk, mama, het heeft verschillende kleuren. Ik ben blij dat je ze leuk vindt. Ik vind ze geweldig. Oh, nee. Mama. Oh, ik heb een vakantie nodig. Waarom? Nog één nachtje slapen tot het theater. Het is zo spannend. Ik kan niet wachten. Ah.
slapen. Ik voel me verschrikkelijk. Achoo. Alles doet pijn. Hallo, slaapkop. Oh. Ik voel me niet zo goed. Eens even kijken. Heb je koorts? Zet dit op je hoofd. Deze hoestsiroop zal helpen. Mond open. Bah. Jij moet goed rusten. Maar het theater. Ik kan het niet missen. Ik wacht al zo lang. Het spijt me, schat. Je bent ziek. Oh, wacht eens even. Ik denk dat ik weet hoe ik je moet opvrolijken. Pak een doos met cornflakes en knip er een vierkant uit. Draai de doos horizontaal en voeg een strook zelfklevend papier toe. Herhaal dit met een andere kleur van het zelfklevend papier. Wissel de kleuren af totdat de doos bedekt is en gebruik vervolgens een scharrel papier dat over het gat zit te knippen. Neem vervolgens twee vellen vloeipapier en vouw ze op deze manier. Plak het tissuepapier aan de binnenkant van de doos. Maak twee spleten in de bovenkant van de doos en steek er een ijsrolstokje in. Teken tot slot figuren op de kaart en plak het op de ijsrolstokjes. Ben je klaar voor de voorstelling? Wauw, het is super! Ik dacht dat het theater naar jou zou kunnen komen. Wat vind je van de voorstelling? Wauw, encore! Achoo! Bah, nou dat was walgelijk. Ik hoop dat het niet besmettelijk is. We kunnen samen ziek zijn. Super. Oeh, hallo? Ja? Je vindt het wel lekker ruiken, hè? Een broodje. Ik wil er wel één. Oké. Oh, geld? Ja, ongeveer zoveel. Pak aan, oké? Ik wil graag één broodje. Dit wordt het beste broodje dat je ooit hebt gegeten. Ik zet alles erop en eraan. En extra bacon. Kijk deze schoonheid toch eens. Wauw, dit ziet er lekker uit. Bedankt. Huh? Wat? Je bent opeens high-tech geworden. Robots houden ook van broodjes, toch? Dit is gaaf. Het begint echt op een feestje te lijken. En ik heb het helemaal zelf gedaan. Phew, ik hoop echt dat Madison dit leuk vindt. Ik moet niet vergeten mijn cadeautje in te pakken. En? Het ziet er professioneel ingepakt uit. Al zeg ik het zelf. Oh, hier is ze al. Waar moet ik dit ding stoppen? Ziet het hier niet, toch? Fijne verjaardag! Je bent weer een jaartje ouder. En het is tijd om het te vieren. Woehoe! Oh nee, haar cadeau. Dat is niet goed. En mijn cadeautje? Doe je ogen dicht, oké? Wat moet ik nu? Valt er nog iets te redden? Ik weet het al. Hier kan ik wat moois van maken. Gebruik hete lijm op basis van de vierkant. En leg dan dit stuk er bovenop en herhaal dan weer hetzelfde. Voeg het stuk aan de zijkant toe. Zo, en voeg dan wat meer stukken in het midden toe. Maak het stokje vast met wat lijm en voeg dit stukje dan aan de bovenkant toe. En nu zet ik het weer op de staand neer en ik voeg een heleboel eraan toe. Geef je eigen persoonlijke draai eraan. En dan gaat het snoep erin. Ik kies al Madison's favorieten uit. Ze zal er super blij mee zijn. Het is het perfecte cadeautje. Doe je ogen maar open. Hier is voor je verjaardag, schat. Serieus? Ik wil eerst wat gummibeertjes. Gaaf! Rood is ook nog mijn favoriete kleur. Dit is de beste verjaardag ooit. Nu wil ik wat chocolade. Dit ding is gigantisch. Ik help je hier wel mee. Zeg maar wanneer je genoeg hebt. Wow, allemaal voor mij. Zoetigheid is voor mijn zoete meid. Phew. Het regent geld. Dat doe ik de hele dag door, mensen. Oh ja, ik heb zoveel geld. Het lijkt erop dat er schoongemaakt moet worden. Ik help je wel, lieverd. Oh. Alsjeblieft, dat is wel genoeg. Wel genoeg? Niemand vertelt mij wat ik ermee moet doen. Oh jeetje, dat is genoeg, Madison. Kom hier, zei ik. Oh.
Ga eens wat langzamer. Ik ben te oud voor dit soort onzin. Phew. Oh, wat jammer dat je een stok oud bent. Wat verdien ik toch niet? Ugh. Wacht, ik weet hoe ik dit stop moet zetten. Ik heb alleen maar wat karton nodig. Stop 2 pluggen in het midden van het vierkant. En zet er veren bovenop. Leg nu dit stuk erop. En voeg deze extra stukken eraan toe. Zijn deze ogen niet grappig? Wat kleur kan ook geen kwaad. Wil je zien wat ik heb gemaakt? Wow. Het is best schattig, hè? Kijk maar hoe het moet. Heb je honger, kleine vent? Eet maar op. Wat? Ik wil ook. Het is ongelofelijk. Yay! Het werkt! Inderdaad. En kijk nu eens wie de muntjes oppakt. Zo is het leuker, hè? Ja! Hij heeft vast honger. Dit is zo leuk. Ah, oh. Hier zo. Oké, leerlingen. Wie wil er mee komen helpen? Eens even kijken. Wat? Ik ben de enige die hier is vandaag? Wie is er anders nog? Oké, jij. Natuurlijk. Ik weet dat je het kunt. Ik zal mijn best doen, mevrouw. Dat is het enige waar ik om vraag. Oké. Oh, dat is interessant. Maar maak je maar geen zorgen. Ik pas het wel een beetje aan. Probeer het nu nog maar eens. Oké, dan. Ik weet niet wat hier zo moeilijk aan is. Moet ik de cijfers gewoon zo traceren? Hier ga ik een vette 10 voor halen. Dat is een 4. En dan nog eentje. Volgens mij ben ik hier klaar. Oeps, een klein foutje gemaakt. Tada! Oh, jeetje zeg. Dit doe ik liever niet, maar... Oh, dit helpt me dan denk ik wel. Pak aan, juffrouw. Nou, laten we dit nog een keer proberen. Eens even kijken. Oh, volgens mij heb ik een oplossing gevonden. Dat heb ik niet nodig. Maar dit werkt wel. Yep. Begin gewoon met een lange rechthoek en teken de cijfers aan één kant. Oké, ik ben er weer. Gebruik dit maar. Oh, dat heb ik echt niet nodig. Sorry, ik ben één detail vergeten. Eerst hebben we wat glitter nodig. Kijk ze allemaal eens gaan. En nu hebben we wel wat mooie cijfers, zie je wel? Wauw, ik hou wel van al dat bling. Laten we het nog eens proberen. Nu weet je wat je te doen staat. Kijk me eens gaan. Super gladjes, vind je niet? Laten we nu de stencil eraf halen en kijk daar nou eens naar. Wat een mooie cijfers zijn het. En je weet wat dat betekent. Een 10! Echt wel, applaus voor mij. Jeetje, wat heb ik vandaag een honger. Nou ja, tijd om weer aan het werk te gaan. Of misschien moet ik deze schoonmaken. Kom op, niet uitstellen. Schat! Oh, daar ben je al. Ja! Het is tijd dat je wat serieus gaat schoonmaken. Ik denk het niet. Ik heb al mijn klusjes al gedaan, zie je? Ugh. Het is jouw beurt, pap. Laat ik daar eens even over nadenken. Wacht even. Dat karton gaat alles voor me oplossen. Ik heb een supergoed idee. Zodra deze sneetjes gemaakt zijn, gebruik ik langs de rand hete lijm. Dan maak ik deze stukken eraan vast. Zodra je ze allemaal gedaan hebt, gebruik je de onderaan de wasknijper. En leg je al deze bordjes neer. En zo wordt dat dus gedaan. Zullen we met deze flipperkast spelen? Gaaf! Wie verliest, moet de afwas doen. Oh, kom maar op. Ga jij maar eerst, Madison. Oh, om het hoekje heen. Bijna. 20 punten. Yes. Oké, laat me het eens proberen. Ha. Oh, nee. Het lijkt erop dat jij de afwas doet, pap. Volgende keer beter. Ugh. Hoe gaat het, pap?
Kan er nog eentje bij? Dank je. Een flipperkast, wat dacht ik nou? Oh, tijd om te gaan slapen. Dit voelt zo fijn. Zijn jullie klaar om te rocken? Ik ga jullie oren laten bloeden. Madison, het is veel te laat voor rock'n'roll. Kijk wat ik heb geleerd. Alsjeblieft, ik moet slapen. Ach, prima dan. Misschien kan ik gewoon wat stiller spelen? Ach, dit wordt een lange nacht. Woehoe! Deze is voor al mijn fans. Yes! Genoeg! Is dat de doos waar Madison's gitaar in is gekomen? Dit is het antwoord waar ik naar heb gezocht. Het einde is eindelijk in zicht. Maak kennis met mijn kartonnen gitaar. Zie je dit? Nu is hij door de helft. Leg ze hier en gebruik dit om wat gaten te maken. Gebruik dan koorden om, nou ja, koorden te maken. En maak ze vast aan de tape, zodat ze blijven zitten. Breng nu wat hete lijm op de achterkant aan. En het is klaar. Lijkt net echt, toch? Daar gaan we dan. Zullen we ruilen? Dat ging makkelijker dan ik had gedacht. Wat een opluchting. Slaap lekker, mijn kleine rockster. Dit beslag ziet er goed uit. Oef. Schat, wat heb ik nou gezegd? Je hoort thuis niet met ballen te gooien. Het lijkt erop dat we wat stimulatie nodig hebben. Wauw, wat doet dit ding, papa? Stop ik de Play-Doh hier gewoon in? Wow, kijk dan toch. Dit ding is super gaaf. Deze lijkt op een wortel. Kijk wat ik heb gemaakt. Waar was ik nou? Oh ja, erg leuk, schat. Als je iets harder duwt... Pap, het is van mij, oké? Oh, mam, ik wil niet. Ja, ja, kom op nou. Oké. Laten we nu de perfecte temperatuur vinden. Zie je wel, dit is toch fijn? Wacht, wat gebeurt er? Mama? Oh, is er water in je oor gegaan? Maak je geen zorgen, ik help je al. Zie je deze sticker? Nu komt er geen water meer in dit oor. Het vormt zich precies tegen je oor, schat. Oh, dit is best gaaf. Bedankt. Nu is het tijd voor wat shampoo. En dat vieze haar van je heeft er veel nodig. Voelt dat niet fijn, schat? Mam? Hey, mijn oog! Oh, heb ik de volwassen shampoo gebruikt? Oh, dit spul zit boordevol tranen. Nee! Eens even denken. Wacht, dat brengt me op een idee. Ik moet alleen even bellen. Hallo? Ja. Wat was dat snel? Laten we geen tijd meer verspillen. Nu blijven je ogen mooi droog. De zeep blijft hierboven. En als het tijd is om te spoelen, stroomt het gewoon langs je rug. Fijn zeg. Wat vind jij, meneer Eenhoorn? Yes, tijd voor een wateroorlog. Oké, schat. Ik weet dat je heel erg nodig moet. Je hoeft alleen maar de wc-bril te tillen. Te mikken en dan kun je gaan. Wat een opluchting. Succes, schat. Wauw, kijk eens naar al die plas. Hoe ver kan ik hiermee sproeien? Regent het hier binnen? Komt vast door al dat appelsap. Mama! Ben je klaar, schat? Oh jee, wat is hier in hemelsnaam gebeurd? Ik hoop dat dat water is, maar ik geloof het niet. Mama, volgens mij moet ik weer. Wacht even, schat. Gebruik deze wc-helper gewoon. Plas gewoon in dit tuitje, oké? Wauw, dit ding is echt gaaf. Kijk, het lukt me. En ik mors helemaal niet, zie je? Oh, schat, wat ben ik trots op je. Zo zoet. En kijk eens naar al deze stukjes koek. Hebbes. Klaar voor een snack? Oh, jeetje, niet dat soort snack. Een appel? Ben je gek? Oh. Wie heeft er allemaal zin in broccoli? Doe maar open. Nee. Oh, zo kieskeurig. Oké, lieverd. Ogen dicht. Kom op, doe het nou maar gewoon. Ha, zie je? Dicht. Open. Waarom probeer jij het niet? Tijd om deze banaan erin te sluipen. Oh, ik ga nooit meer iets gezonds eten. Waarom is ouders zijn zo moeilijk? Wat is dat?
Een fruitzakje? Eindelijk lijkt het de goede kant voor me op te gaan. IJsstokje gaat erin. En dan mag hij in de vriezer afkoelen. En nu wachten we. Dat is wel genoeg. Tijd om dit uit te proberen. En kijk, het lijkt precies op een ijsje. Maar geloof me, het is veel gezonder. Wat ben ik toch een genie. Wie heeft er zin in een ijsje? Hé, geef me daar ook wat van. Nou, ik kan wel een uitzondering maken. Oh, hier. Dit neem ik wel. Lekker. Ik zou een prijs moeten winnen voor vader van het jaar. Oh, het lijkt hier steeds maar viezer en viezer te worden. Schoonmaken is tegenwoordig het enige wat ik nog doe. Oeps, ik heb een plekje gemist. Zo mooi en glimmend. Zo doe je dat. Mama heeft een voetmassage nodig. Ik kan niet langer blijven staan. Oh. Mama, wat is er te eten? Oh, geen soep. Maar ik heb honger. Ik ben de lunch helemaal vergeten. Heel even wachten, oké? Daar gaan we weer. Het werk van de moeder eindigt nooit. Stop, ik kan het wel. Noem mij maar de chefkok. Woehoe, kijk hier toch eens naar. Hé, niet spieken. Oh, als jij het zegt. Ik wil dat dit een echte verrassing wordt. Wacht, zit hier chocolade in? Ik ben op een geweldig idee gekomen. Mijn twee favoriete ingrediënten. Ja. Eerst komt het brood, dan de chocolade. Voor nu is het saai, maar dat verandert nog wel. Leg er gewoon een boel van op het brood. Tijd voor wat zoetigheid. Ik ben dol op aardbeien. En leg er dan nog een sneetje brood op. Zijn die niet superleuk? En ik heb ze helemaal zelf gemaakt. Jep, jep. Maar ze kunnen wel wat hitte gebruiken. Zo, tot snel jongens. Ziet er goed uit. Zijn ze gesmolten? Oké, mam. Tada! Broodje chocola. En er zitten zelfs aardbeien in. Tijd voor de smeltest. Oeh, dat ziet er nog eens goed uit. Dit is echt lekker. Ik weet het. Jij mag elke dag wel lunch voor ons maken. Oké, kunnen we nu buiten spelen? Gaaf, ik sla eerst. Mijn favoriete beker. Kom op, laten we spelen. Ik heb belangrijkere dingen om te doen, schat. Is deze tape sterk genoeg? Misschien deze. Ik verveel me. Ik moet me hier nu echt op focussen. Geef me dat. Zwart? Echt niet. Rood is veel beter. Erg interessant. Zo, helemaal beter, zie je? Ik ga nu spelen, oké? Deze kan ik zelf al doen. Woehoe! Pap, geen bekers meer, oké? Ik wil spelen. Oh, geen tape meer. Madison, wat doe je in hemelsnaam? Ik zie dat je erg van streek bent. Ik weet het al. Ik leg de tape op het tapijt. Zo kunnen we het er weer afhalen als we klaar zijn. Zo. Papa? Wat? Wacht, gaan we hinkelen? Niet te geloven. Dit heb ik nog nooit binnengespeeld. Ikke. Ga ervoor. Yes. Ha, nog één keer springen. En... klaar! Wat ben je er goed in, lieverd? Oh, bekerreparatie. Ga! Ah, ik vraag me af wat we vanochtend gaan eten. Wat het ook is, ik ben er klaar voor. Papa, papa! Wauw, wat is er? Oh, ik hoor je al. Ik maak een kom ontbijtgranen voor je. Huh? Maar... ik wil meer ontbijtgranen. Oh nee, ik wist wel dat ik naar de winkel had moeten gaan. Rustig maar, ik heb hier vast wel iets. Ik wil nu eten. Oh.
niet slecht. Schat, ik doe hier echt mijn best. Pasta? Oké. Wat kan ik hier nou mee maken? Het is gewoon niet genoeg. Heb ik hier iets? Aha, hier kan ik wel iets mee. Ik moet gewoon creatief nadenken. Wacht, ik weet het al. Oh, Madison, het is de snackmonster. Jij ziet er goed genoeg uit om op te eten. Mag ik dit pakken? Zo lekker. Wauw, jij hebt echt honger. Ik heb een beter idee. Gebruik gewoon een spiesje, als deze. En steek er wat gekookte pasta op. Zodra je er een paar op hebt zitten, leg je er wat salami overheen. Ga door. Kies nu je favoriete saus uit. En verspreid het een beetje. Nadat je dat hebt gedaan, steek je er een geurtje op. Ziet er lekker uit, toch? Ik moet de kaas niet vergeten. Nog maar één stap. Mwah! Ik moet de kaas gewoon laten smelten. Oké, Madison, het is lekker warm. Kijk maar. Huh? Wauw. En het is helemaal voor jou, schat. Dit lijkt er meer op, papa. Het is een feestje in mijn mond. Graag gedaan, Maddie. Yep, ik laat je er wel gewoon van genieten. Hier zijn je lekkere noedels, schat. Denk eraan, je moet ze allemaal opeten. Op mij kun je rekenen, pap. Ben je klaar voor popje? Wauw, je bent zo'n goede danser. Zo sierlijk. Ik wou dat ik zo kon bewegen. Hoe kan het dat je nog niet duizelig bent? Ik denk dat dat wel genoeg is. Alleen al naar jouw kijk heeft me hongerig gemaakt. Lekker, dat noem ik pas noedels. Oké, popje, jij bent aan de beurt. Niet stoppen met draaien. Oef, eindelijk thuis. Dat potje voetbal was intens. Ik heb rust nodig. Ik kan niet wachten om deze schoenen uit te trekken. Ah, dat voelt zo goed. Tijd voor een dutje. Wacht, is dat kaas? Het prikt in mijn neusgaten. Ik denk dat ik de boosdoener heb gevonden. We moeten deze afdoen. Dit mag haar moeder niet zien. Kom op, zeg. Neem je me nou in de maling? Een insect. Je weet dat je geen huisdieren mag hebben. Wie weet wat ik hieronder ga vinden. Deze is nog erger. Dit is walgelijk. Hoe? Laat maar, ik wil het niet weten. Ik weet hoe ik dit moet oplossen. Jij gaat met mij mee. Heb eens. Ik heb een sok gevuld met zeep. Ik zal ervoor zorgen dat ik Betty's voeten ermee bedek. Dan kan ik deze rubberen laars gebruiken om hem schoon te maken. Dit zou hem goed moeten spoelen. Ik hoop dat het water lekker warm is. Dat is wel goed. En nu terug naar bed. Wauw, er is geen vuil meer. Ze zijn brandschoon. Ik zorg ervoor dat Betty knus ligt. Dat is beter. Slaap lekker, schat. Wat een dag. Laten we hier weggaan. Sst, maak de reus niet wakker. Het is speeltijd. Laten we dit doen. Nee, doe dat niet. Ik weet waar ik mee bezig ben. Laat me gewoon mijn ding doen. Kijk uit. Woehoe. Dit is ons gelukt. Geef me de 5, vriendin. Dit is geweldig. Ik voel me zo levend. Laat me niet vallen. De kamer draait. Omhoog. Dit horen we niet te doen, toch? Kom op, het wordt leuk. Betty zal geen idee hebben wat er gebeurd is. Ik denk dat ze een make-over nodig heeft. Deze zullen haar helpen schitteren. Wauw, ons werk zit erop. Geweldig gedaan. Kom op, de nacht is nog jong. Het is tijd om op pad te gaan. Ik heb dit altijd al willen doen. Hou je goed vast. Dit zou nog geen sobbelig kunnen worden. Ik heb geen rijbewijs. Wacht, vertel je me dat nu pas? OMG, dit is geweldig. Wauw, sneller, sneller. Kom op, gas geven. Jij hebt nog niets gezien. Oh ja, dit is pas wat ik bedoel. Ik ga over mijn nek en ik ben er dol op. Ik wil dat deze nacht nooit eindigt. We kunnen beter terug naar bed gaan. Ja, ik ben zo moe. Ik ben niet meer zo jong als vroeger. Weet je nog dat we vroeger de hele nacht door konden feesten? Ja, mooie tijden. Oh, is het al ochtend? Ik heb zo raar gedroomd. Ik droomde mijn poppen leefden. Wacht, wat? Wat is er gisteravond gebeurd? Het was een droom, toch? Waar heb ik het over? Natuurlijk was dat het. Kan dit er maar beter afwassen.
geef de bal niet door. Oh, waarom doen ze dat nou? Hé, papa, laten we het spelen. Nee, nu, lieverd, de grote wedstrijd is begonnen. Kom op, we spelen ook nooit. Heb je het weer gezien? Je kunt niet naar buiten, het stormt. Als je het zo stelt. Maar ik kijk er naar uit. Sorry, lieverd, misschien volgende keer. Oh, ik heb een doelpunt gemist. Papa brengt meer tijd door met sport kijken dan met mij. Het is zo oneerlijk. Ik ga wel met de muur spelen. Alweer. Ah, oh, mooie vangst. Kijk hier eens naar pap. Betty schiet en ze mist. Oh, kijk uit. Wow, trickshot. Ik heb geen idee hoe dat gebeurd is. Passen. Geef die bal door. Ga. Nee. Oh. Oh, dat gaat een bult achterlaten. Wat is er gebeurd? Ik herinner me iets dat door de lucht vloog en toen... Bam! Wacht, kijk eens naar deze puinhoop. Niet te geloven. Betty, heb jij dit gedaan? Je moeder zal zo boos zijn. Alles is vernield. Betty is hier niet. Ga de volgende keer buiten spelen. Het is nog steeds behoorlijk wild buiten. Maar dat is niet erg, je kunt deze paraplu gebruiken. Misschien ook niet. Die hoort in de prullenbak. Wacht, ik heb een geweldig idee. Wacht daar maar. Ik moet wat aanpassingen maken. Schaar. Oh, juist. Alsjeblieft. Veel succes. Ik hoop dat dit werkt. Plakband, snel. Aan de slag, pap. Dit kun jij. Ik denk dat dat voldoende is. Wauw, het is prachtig. Probeer het maar eens. Oh, dit voelt goed. We passen bij elkaar. Klaar om te spelen? Dat ben ik zeker. Laten we dit doen. Oh, ik haat mijn werk. Het is zo saai. Ik haat huiswerk. Dit houdt ook nooit op. Hoe laat is het? We zijn officieel op vakantie. Dit kan de prullenbak in. En ik hoef dit stomme shirt niet te dragen. Dat lijkt er meer op. Ik kan eindelijk mezelf zijn. Doe je mee, Betty? Ik hoopte al dat je dat zou zeggen. Tot ziens, schoolwerk. Ik ben zo blij dat ik dit uniform uit kan doen. Het is niet mijn stijl. Ik heb de hele dag op dit moment gewacht. Ik ben zo blij. Ik heb deze niet meer nodig. Hoe zie ik eruit? Oh, ik kan maar beter mijn tas inpakken. Ik heb de belangrijkste spullen. Je moet altijd snoep meenemen op vakantie. En je kunt nooit genoeg chocoladepasta hebben. Je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat ik klaar ben. Wacht eens even, ik was bijna vergeten. Kijk, kom maar bij mij, Teddy. Huh? Wat is dat? Heb je geen broek? Ik ben jou ver vooruit. Maar kijk deze eens. Je gaat zo modieus zijn. Ik hoop dat het allemaal past. Het is een beetje krap. Ik ben er bijna. Misschien als je je adem inhoudt, Teddy. Naar binnen. Ah, het werkt niet. Wacht eens even. Welke kleren moet ik inpakken? Papa heeft veel ruimte. Het is perfect. Shh, Daddy. Dit is ons ruimpje. Wat vind je ervan? Ziet er behoorlijk comfortabel uit. Naar binnen. Ben je aangekomen? Zo, ik moet gaan. Ik neem ze allemaal wel mee. Wat doet Teddy in mijn bagage? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Kom op, we gaan. Ik weet wat ik moet doen. We stoppen Teddy in deze tas. Dan maak ik de bovenkant dicht. Vervolgens hebben we de stofzuiger nodig. Dit deel is het leukst. Ik gebruik de stofzuiger om de lucht uit de zak te zuigen. Kijk, het wordt al kleiner. Nu zou je in je tas moeten passen. Laten we het eens proberen. Wow, wat is er voor hekserij? Het is verbazingwekkend. Het past perfect. Ik denk dat het alles is. Laten we gaan. We moeten ons vliegtuig halen. Haal de veter door de lus. En dat is het. Bedankt, mama. Oké, laten we het even proberen. Sta op. Kom op, lieverd. Wee! Wauw, dat is geweldig. Dat is veel beter dan mijn rolschaatsen. Het is niet eerlijk. Klaar om te gaan slapen, lieverd? Laten we het klus maken. Oké, het is tijd om te slapen. Ik verplaats dit speelgoed even. Bedankt, mama. Wat is dat? Is daar iemand? Oh nee, dat kan niet waar zijn. Is dat een monster? Laat me niet alleen. Wat doe je? Het is oké, je hoeft niet bang te zijn in het donker.
Wacht even, ik moet deze rommel gewoon opruimen. Deze tape kan van pas komen. Ik denk dat ik weet hoe ik dit moet oplossen. Ik kan maar beter aan de slag gaan. Neem een rol tape en leg deze plat neer. Plak 2 stroken tape over het midden van de rol. Zo, begin nu op de tape te tekenen en deze in te vullen. Gebruik verschillende kleuren. Creëer secties. We willen een regenboogeffect. Ik leg mijn telefoon neer en zorg dat de zaklamp aan is. Wauw, het is een nachtlampje. Het monster krijgt me nu niet te pakken. Slaap lekker, mama. Eeuw. Oh, ik ben ook moe. Ik heb mijn schoonheidsslaapje nodig. Ah, dat voelt goed. Wacht, wat is dat voor geluid? Dacht het niet. Ik heb mijn eigen nachtlampje nodig. Nu kan ik lekker wegdromen. Dit wordt geweldig. Ik hou van het zwembad. Mama, ik wil gaan zwemmen. Oh, natuurlijk, lieverd. Even je zwembadjes pakken. Oh, waar zijn ze? Ik dacht dat ik ze had ingepakt. Olivia, ga daar maar staan. Waarom? Misschien een roeispaan? Nee. Blijf karton drijven? Dat is een slecht idee. Mama. Dat is geen optie. Even denken. Oh, ik weet het. Niet bewegen. Hier is een zwembaddonut. Hey dame, die is van mij. Pak je eigen donut. Dat probeer ik. Er is tenminste een zwembadnoedel. Wacht even, ik kan dit wel gebruiken. Snijd een stuk van de zwembadnoedel. Gebruik vervolgens een mes om plakjes te maken. Doe dit helemaal langs de sectie. Herhaal dit met verschillende kleuren. Nu hebben we een kabelbinder nodig. Draag de kabelbinder door de gaten van 2 schuimplakjes. Maak het dan vast. Gebruik de kabelbinders om de plakjes aan elkaar te bevestigen. Snijd het overtollige plastic weg. Nu kun je gaan zwemmen. Ik voel me zo modieus. Mama, kijk eens. Kanonskogel. Kijk, ik drijf. Dit is geweldig. Ziet er goed uit, lieverd. En ik kan lekker ontspannen. Hé, hey, dat is cool. Ik wil ook een vest. Schiet op, mama. Ik kom. Dit is de beste plek in het park. Ik verveel me. Mama, ik wil gaan spelen. Ga niet te ver. Ik wil je kunnen zien, oké? Okay? Veel plezier. Woehoe! Bah! Brave meid, Olivia. Ik geniet echt van dit boek. Huh? Olivia? Waar is ze? Olivia, kom terug! Oh nee, dit is niet goed. Ze kan niet ver weg zijn. Het komt goed, geen paniek. Olivia, lieverd, waar ben je? Ik heb overal gekeken. Dat is haar hoed. Olivia, kom nu meteen hier. Geen stomme spelletjes meer. Hé, hey. Oh, het spijt me. Geef me mijn hoed. Ik dacht dat je mijn dochter was. Eeuw. Olivia, daar ben je. Ik was je aan het zoeken. Ik was zo bezorgd. Doe dat niet nog een keer, oké? Ballonnen te koop. Slechts 2 euro. Oeh, dat is misschien wel handig. Dat zou moeten werken. De ballon zit me achterna. Oh, ze is zo schattig. En ik kan haar zien. Hè? 2 ballonnen? Oh, hoi. Oh, hoi. Slim bedacht, hè? Hallo. Wacht even. Mama heeft een vergadering, Olivia, dus wees stil. Begrepen. Oeh, dat ziet er wel leuk uit. Woehoe. Wat is... Sst. Huh? Oh ja. Sorry. Zullen we verder gaan? We hadden het over de verwachte verkoopcijfers voor de komende maand. De prognose ziet er goed uit. Ik, was dat een vliegende schoen? Mama, mama! Wie is die grappig uitziende man? Olivia, wat heb ik je nou gezegd? Dit is zo frustrerend.
Oh, ik denk dat ik weet wat ik moet doen. Plaats een stuk tape over een hulahoep. Dan nog één verticaal. Blijf tape over de hulahoep doen totdat je zoiets hebt. Olivia, ik heb iets voor je. Kijk, het is een leuk spel. Dat zou haar bezig moeten houden. Laten we dit nog eens proberen. Dus, waar was ik? Gelukt! Ik ben supergoed in dit spel. Mama? Oeh, lekker. Wat is er met je kleren gebeurd? Je bent zo vies. Nee, niks aan te doen. Stop, we moeten je opfrissen. Maar mama, ik heb honger. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgt. Aha, dit moet goed zijn. Ik moet ze later wassen. Ik heb tenminste één schoon topje. Ik heb een schone top voor je. Prima, maar het wordt toch weer vies. Hoe is dit mogelijk? Geef maar geen antwoord. Trek dit aan. Oh, moet dat? Mama, je maakt mijn haar door de war. Schiet op, mama. Bedankt. Dat is beter. Ga nu maar eten. Eindelijk. Mijn favoriet. Kijk maar eens in deze chocoladelekkernij. Nee! Doe het niet! Ik kan het niet aanzien. Het is oké, haal gewoon adem. Wacht, deze tas heeft mij op een idee gebracht. Oeh, dit is chic. Dit is zo lekker. Oh, het zit in mijn handen. Dat is beter. Ik zou dit de hele dag kunnen eten. Nou, ik ga je kleren niet schoonmaken. Oké, mama, ik ben klaar. Laten we dit eraf halen. Ik hoef alleen maar de zak weg te scheuren. Til je armen op. En je hebt mooie, schone kleren. Ga nu maar spelen. Doei, mami. Dag, lieverd. Oh, er gaat niets boven vers geperst sap. Goedemorgen, mama. Hier is een lekker glas sap. Oh, ik wil het niet. Het is walgelijk. Het is goed voor je. Ik heb liever wat chocola. Geen chocola bij het ontbijt. Maar... Probeer me tegen te houden. Geef hier. Nana, het is van mij. Het is elke ochtend weer hetzelfde liedje. Wacht even. Misschien kan ik deze pop-it gebruiken. Dit is misschien handig. Ik denk dat dit zal werken. Neem een pop-it en giet er wat sap in. Vul de bubbels volledig. Plaats de pop-it in de vriezer tot het sap bevroren is. Haal het dan uit de pop-it. Wauw, dit ziet er geweldig uit. Olivia zal dit geweldig vinden. Ik zou het ook opeten. Olivia! Wat? Kijk wat ik gemaakt heb. Wat is het? Probeer maar. Als jij het zegt. Het kan maar beter lekker zijn. Dit is intens. Ga door. Alsjeblieft. Het is lekker. Phew. Het is als een ijslolly. Bedankt, mama. Deze gaan de prullenbak in. Yippie, tijd om naar school te gaan. Ik ga een rugzakrit krijgen. Zo, ik ben er helemaal klaar voor. Pap, papa, ik ben klaar om naar school te gaan. Oké, ik ben er. Laten we je optillen. Ben je er klaar voor? Hou je vast. Wee, dit is zo leuk. Ik hou van rugzakritten. Het is een lekker dagje vandaag, vind je niet? Wacht, hoe zijn we hier beland? Ik heb de verkeerde afslag genomen. Ik vind jouw haar het mooiste. Lieverd, kijk wat ik voor je heb. Gloednieuwe stiften speciaal voor jou. Jippie, bedankt mama. Ik ben dol op stiften. Oeh, twee groene. Ik ga met deze beginnen. Ik ben zo goed in tekenen. Ik zou een prijs moeten winnen. Ik ga alle kleuren gebruiken. Oeh, het is net een regenboog. Ik hou van regenbogen. Ja, blauw. En ik kan mijn naam met rood spellen. Ugh, waarom zijn er zoveel dopjes? Ik wil ze niet. La 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 la. Ik ga alle dopjes eraf doen. Hey, waarom werkt deze stift niet meer? Mama! Mama!
Kijk, deze stiften werken niet meer. Repareer ze. Wat? Maar ze zijn gloednieuw. Ik heb ze net gekocht. Eens even kijken. Wat is er aan de hand met deze stomme stiften? Oké, kom maar mee. Ik zal kijken wat ik kan doen. Zie je wel? Alle stiften werken niet. Oh, ik snap het. Je hebt alle doppen eraf gelaten. Zonder de doppen drogen de stiften helemaal uit. Zie je, Eva? Je moet de doppen erop laten als je ze niet gebruikt. Oké, de dop erop houden. Even kijken. Waar zijn de andere doppen? Eva, waar heb je ze gelaten? Hier is er één en hier is er nog één. Ze zijn overal. Hoe kan zo'n klein meisje zo'n grote puinhoop maken? Gelukkig dat ze zo schattig is. Ik wou dat we haar netter konden maken. Dit geeft me een goed idee. Daar ga ik. Begin met een dikke strook tape. Dat zou genoeg moeten zijn. En dan alle stiften natuurlijk. Ik plak ze gewoon op de tape. Zo. En nu kan ik de tape eromheen vouwen. Dat gaat helemaal werken. Ik voel het gewoon. Oké, schatje, kijk eens. Nu raak je nooit meer je doppen kwijt. Ze zijn allemaal samen, oké? Alsjeblieft. Hoera, kijk. De stiften werken weer. Ik heb een paarse bloem gemaakt en een groen hart. Oh, je bent zo'n kleine artiest. Vroom, vroom. Sweet. Even kijken. Heb ik genoeg speelgoed ingepakt? Oh, ik kan zijn hoed niet vergeten en mijn boek ook niet. En doekjes voor het geval dat het vies wordt. Oh, het is al vol. Kom op, ga erin. Ik weet het past. Super, wat nu? Waar speelt hij mee? Nee, mami, die was van mij. Oké, dit speeltje even uit de container halen. Nu dat hij leeg is, kan ik er wat doekjes in doen. Het is een kleine container, maar de doekjes kunnen heel klein worden opgevouwen. Zo, dat moet genoeg zijn. En nu neemt het veel minder ruimte in beslag. Hé, mam, kijk wat ik kan doen. Ik heb chips gezicht. Ja, dat is heel slim. Goed gedaan. Wacht 1 seconde. Ik pak even een doekje. Dit is een van de slimste dingen die ik in tijden heb gedaan. Daar gaan we. Mama wil gewoon je gezicht een beetje schoonmaken. Zo, mooi schoon. Precies hoe ik het fijn vind. Ah, wat een fijne middag. Oh, kijk, eten. Mam, je liet me morsen. Oh, hemeltje, maak je maar geen zorgen. Ik kan het oplossen. Zie je, ik heb mijn doekjes nog. Daar gaan we. Je shirt is weer mooi schoon. Waarom heb je deze appel niet in plaats van deze frisdrank? Brum, piep, piep. Pas op, ik kom er langs. Raar. De dino-truck heeft je. Raar. Lieverd, wat doe je daar? Schat? Schat? Mama stelt je een vraag. Oh, mijn hemel. Je handen zitten helemaal vol met aarde. Maar goed dat ik deze doekjes weer heb. Hier, laat me je handen wassen. Dit wordt goed poetsen. Nou heb je weer schone handen. Jee, bedankt, mam. Ik hou van je. Eens even kijken. Waar moeten deze? Oh mijn god. Kijk naar al die messen. Dit kan echt niet. Wat als mijn kleine engel dit pakt? Ze zou zichzelf kunnen verwonden aan deze voorwerpen. Oh, nee. Dit kan echt niet. Ik moet dit allemaal opbergen waar ze er niet bij kan. Wat een opluchting. Veel beter. Nu is ze veilig. Oké, ik ga wat speelgoed van haar opruimen. Wacht eens even. Deze hoek van de tafel is zo scherp. Het is bijna erger dan die messen. Ze zou er tegenaan kunnen knallen. Oh, nee. Haar kostbare knietjes. Ik wil niet dat deze tafel haar aan het huilen maakt. Oh, nee. Echt niet. Ik zal niet zo'n doodmachine in mijn huis hebben. Zo, de kussens zijn mooi vastgezet langs de hoeken. Ze zijn niet meer scherp en nu zal ze veilig zijn. Vergeet niet de deur op slot te doen. Oh, wacht, de stopcontacten in het huis... Nee, wat doet ze nou? Ze zal gewond raken. Nee, niet mijn kindje. Stop, steek nooit iets in het stopcontact. Ach, kijk nou, ze ziet er niet uit. Kom hier, laat me je kleren schoonmaken. Oh, wat doe ik met jou? Wacht eens even. De deksel van deze doekjes zou misschien de oplossing kunnen zijn. Ja, het komt allemaal samen. Ik moet alleen wat aanpassen. Daar gaan we. Ik kan gewoon het deksel eraf halen en over de stopcontacten plakken. Nu is het een wandbedekking. Dat zal haar nieuwsgierige vingers uit de buurt van het stopcontact moeten houden. Oké, wees braaf terwijl mama weg is. Wacht eens even. Het strijkijzer. Zo kan ik het huis nooit uit.
Hoera, dit is mijn favoriete poppet. Ik ben Dolf Flinders. Oh mijn god, ze gedraagt zich als een kleine engel. Oh, hallo. Ik heb je in tijden niet gezien. Hoe is het met je? Kom op, laten we gaan wandelen. Ja, ze doet het. Denk je dat we om de hele wereld kunnen lopen? Oeh, kijk, Pop. Een zwembad, ik hou van zwemmen. Oh, wauw, je dorst. Je moet wat drinken. Hier, hoe voelt het? Is het lekker? Oh nee, waar is ze gebleven? Oh, daar is ze. Ik kan niet geloven hoeveel ze gegroeid is sinds de laatste keer dat ik haar zag. Pop, dit is niet leuk meer. Oh, moet je zien. Daar ligt een bal. Oeh, het is nog een goede bal ook. Geweldig. Het is blauw en rood. Kom terug, je bal. Stop met wegrollen. Ik wil met je spelen. Wauw. Bah, kijk hoe hoog deze boom is. Het gaat helemaal omhoog. De beste boom ooit. Boom, boom. Ik weet dat ik je kan schudden. Grapje. Ik ben helemaal geobsedeerd door dit boek. Hoezo? Wacht. Waar is ze heen? Waar is ze? Nee, nee, nee. Ze is vermist. Ze is hier niet. Hier is haar pop. Maar ze neemt hem overal mee naartoe. Waar is ze? Neem me niet kwalijk. Hallo, heb je een klein meisje gezien? Ze ziet er zo uit. Ze is heel onschuldig. Oh, het spijt ons. We hebben haar helemaal niet gezien. Waar zou ze naartoe kunnen zijn? Oh, neem mijn telefoon. Hallo? Ja, ja. Oh, heel erg bedankt. Oh, waar is ze? Oh, mijn engel, liefje. Mama heeft overal naar je gezocht. Hoi, mama. Oh, heel erg bedankt dat je haar hebt teruggebracht. Hoe ben je bij mij terechtgekomen? Oh, nou, ze heeft die armband om en ik heb gewoon het nummer gebeld. Oh, mijn god, ik was vergeten dat ik die armband had gemaakt. Ik had wat vislijn en wat kralen gepakt en wat hartjes om het er mooi uit te laten zien, maar ook mijn telefoonnummer. Tot slot haar naam en nog meer hartjes. Nou, heel erg bedankt dat je Annie terug hebt gebracht. Fijne dag. Zwaai maar gedag, Annie. Alsjeblieft. Ik heb een lekker gezond tussendoortje gemaakt. Nee, dat wil ik niet. Goh, ik wil een hamburger. Oh jeetje, dat mag je niet eten. Dit moet je eten. Alsjeblieft, probeer het eens. Ik weet dat je het lekker zult vinden. Ik zei nee, ik wil een hamburger. Daar zullen we nog wel eens zien. Kom eens hier met die appel. Komt-ie. Mond open, neem een hap. Kom op, schat. Je houdt van appels. Ze zijn je lievelings. Oké, wat vind je van deze heerlijke snoepreep? Hier komt-ie. Wauw, ik ben dol op snoep. Jippie, ik wil het. Kom dichterbij. Nee, ik zei geen appels. Ugh. Oké, laten we dit proberen. Kijk eens wie ik heb, Annie. Dat klopt, meneer Barrington. Alsjeblieft, geef hem een grote knuffel. Perfect, ze is helemaal afgeleid. En nu sluip ik deze er gewoon in. Hoezo? Nee, dat wil ik niet. Appels zijn niet toegestaan. Ach, ze stelt mijn geduld hier echt mee op de proef. Er moet iets zijn wat ik kan doen. Ze zei dat ze een hamburger wilde. Ik weet het. Deze keer zal ze me niet te slim af zijn. Tijd om een fruitburger voor haar te maken. De appel wordt het broodje. Kiwi de sla. Een schijfje perzik voor het vlees en aardbeien en bananen voor de specerijen. Ik kan zelfs appelfriet maken. Lieverd, ik heb een hamburger voor je gemaakt. Precies zoals je wilde. Wauw, een hele hamburger speciaal voor mij en frietjes. Frietjes zijn mijn lievelingseten in de wereld. Hoera! Hamburgertijd, lekker. De lekkerste hamburger ooit. Brave meid. Ik weet het. We moeten snel weer gaan lunchen, schat. Het is zo lang geleden. Mama, mijn veter. Ik moet hem strikken. Heb je volgende week tijd? Pieuw, pieuw. Klinkt goed. Wacht even. Laten we gaan, lieverd. Huh? Waar breng je me heen? Het is gelukt helemaal mijn eentje. Mama? Waar is ze heen gegaan? Ik moet echt naar de kapper. Mam, ik verveel me. Wow. Oeh, snoep. Oh, hij is leeg. Ik wil wat plezier hebben. Wauw. Ik kan ook mijn tong uitsteken. Kijk. Dat is niks. Oeh, wat is dit? Dit ziet er interessant uit. Wow, wat zit erin? Wauw, kijk dit eens. Ik ga ze opplakken. Ik plak eentje hier. Dit is gaaf. Het zijn net tatoeages. Ik zie er zo cool uit.
Waar is hij nou weer? Leon! Oh! Ik kom aan, mama. Wat vind je ervan? Wat heb je gedaan? Je kunt niet zo naar buiten. We moeten de pleisters eraf halen. Auw! Nee, het doet pijn. Kom terug hier. We hebben hier geen tijd voor, hoor. Laat daar. Ik ben hier te oud voor. Liam, kom hier, nu. Nee, je kunt me niet dwingen. Ga zitten. Geef me je arm. Ik denk dat ik weet hoe ik dit moet oplossen. En het is pijnloos. Ik doop een wattenstaafje in de vaseline en wrijf het over de pleister. Nu kan ik hem er gewoon afvellen. Zo, dat was niet zo erg, toch? Huh? Waar is het? Nu de rest nog. Nu kan ik je knappe gezicht zien. Oké, laten we gaan. Ze heeft er één gemist. Sst, het is ons geheimpje. Je bent zo mooi, Pop. Hier is je snoepmakker. Maar je moet niet naar het toilet voor me gaan, toch? Nee. Laten we gaan. Oké, hou je vast. Wee, dit is zo leuk. Woehoe. Ah, een geweldige buitenlucht. Niet te ver gaan, lieverd. Oh, dat is mooi. Ik wil het. Hebbers. Dat ruikt lekker. Ik moet plassen. Papa, we hebben een noodgeval. Ik wist het. Oké, kom met me mee. Schiet op. Hier moet een struik of zoiets zijn. Aha, dit is perfect. Zo kan je van natuur genieten terwijl je plast. Echt niet. Oké, laat me denken. Ik weet het, volg mij. Waar is het? Papi! Hier ga je. Je maakt een grapje, toch? Nee! Denk na, kerel. Dit is serieus. Dit kan misschien van pas komen. Hebbes, wacht even. Ik zal de emmer in de kofferbak zetten. En dit deksel zal dienen als een toiletbril. Uw troon wacht. Net op tijd. Ik zal dit deken ophangen om je wat privacy te geven. Alweer een normale dag als vader. Oh. Hey, haast je een beetje. La 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 la. Eva. Er gaat niets boven een lui dagje auto wassen. Het is wel warm. Hallo daar. Tijd om de buik in te houden. Je had erbij moeten zijn. Kijk dat eens. Niemand kan mijn haarflip weerstaan. Hey, dames. Dat moest grappig zijn, toch? Klassieker. Ze lachen met mij. Toch? Typisch. Ach ja, terug aan het werk. Moet mooi en schoon worden. Het is brandloos. Goed gedaan. Ik ben er best tevreden mee. Ik ben klaar voor school, papa. Stap maar in, schat. Ja, laten we gaan, pap. Laten we eerst wat muziek opzetten. Ik hou van dit liedje. La 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 la. Nee, wat ben je aan het doen? Oeps, sorry. Ik heb de auto net schoongemaakt. Maar ik kan nog steeds een beetje dansen. Woehoe! Wat zei ik net? Het is oké, haal adem. Denk aan de yogalessen. Wacht, ik heb een idee. Dit t-shirt zal alles oplossen. Ik doe hem over de hoofdsteun. Trek het dan over de zitting naar beneden. Nu kun je dansen, lieverd. Dankjewel, pap. Na 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 na. Daar gaan we. Wegwezen. Ik moet wat muggenspray op je spuiten.
Nee, dat is vies. Waar ga je naartoe? Ach ja, ik heb het geprobeerd. Nee, nu kan je me niet pakken. Is dit een goede plek om mijn snoep te eten? Wat een interessant boek. Zo kleverig. Oh, nee. Ga weg. Mami. Laat me met rust. Was dat Liam? Nee, het was waarschijnlijk niks. Help me. Pak haar. Nu zijn ze boos. Je moet me helpen, mami. De muggen hebben me te pakken. Ze zijn echt gemeen. Maak je geen zorgen, schat. Ik weet al wat ik moet doen. Je hebt een paar druppels van dit nodig. Ik zal ze op je polsbandje doen. Dit houdt de muggen weg. Ze zullen je niet meer lastigvallen. Geef me nu een kus. Ik ga liever met de muggen hangen. Ik ben weer terug en nu is het persoonlijk. Pak aan. Het is bedtijd, lieverd. Hier is je knuffelbeer. Dankjewel, papa. Slaap lekker, Eva. Ik zie je morgen. Wacht. Het is zo donker. Ik vind dat niet fijn. Papi! Super. Nu is mijn chakra uit balans. Ik kom eraan, lieverd. Wat is er? Wil je vechten? Ik bedoel, is alles oké? Het was donker en toen de storm. Nee, het is goed. Maak je geen zorgen. Alles is oké. Ik ben hier. Wil je een verhaaltje horen? Sluit je ogen maar. Er was eens... Oh, ze slaapt. Ga niet weg. Shh, ik ben er nog. Rustig maar. Dat is beter. Oh, kom op. Ik denk dat ik een idee heb. Deze rubberen handschoen zou handig zijn. Ha, snap je hem? Ik doe de handschoen in het glas. En ik vouw de handschoen over de rand. En ik heb nog een glas gevuld met rijst. En ik vul de handschoen met de rijst. Nu haal ik de handschoen uit het glas en leg ik er een knoop in. Ik denk dat dit zal werken. Ik leg het gewoon op Eva's arm. Ja! En nu kan ik wegsluipen. Auw, mijn been! Niet huilen! Hey pap, laten we dansen. Kom op, het wordt leuk. We kunnen zien wie de beste danser is. Daag je me nou uit? Daar gaan we. Ik weet dat je dit niet kunt. Jouw beurt. Jouwe vader van je kan wel wat. Geef toe, je bent onder de indruk. Phew, dat is moeilijker dan ik dacht. Wie vindt jij de beste danser? Ik ben het. Stem op mij of je krijgt huisarrest. Tijd om mijn tanden te poetsen. Ja, tandpasta is leuk. Oh nee, kijk al die troep. Nou, hij poetst in ieder geval zijn tanden. Maar het is tijd om dit probleem op te lossen. Ik doe klodders tandpasta aan deze poppet. Hé schat, gebruik deze tandpasta. Wauw. Tijd om even te ontspannen met mijn thee. Mam, mama, kijk, vandaag is de grote dag. Ugh, nu is mijn badjas vies. Oké, kom maar mee, schat. Laten we ervoor zorgen dat je op je best eruit ziet. Oké, klaar voor de kleuterschool. Mam, het regent. Oké, wat moet ik nu doen? Oh, niet huilen, schatje. Kijk, hier is de paraplu. Oh ja, die was getroffen door de bliksem. Ik wil naar de kleuterschool. Wacht maar. Waar
Daar zijn mijn zakdoeken. Wacht eens even. Het douchegordijn. Dat is de oplossing. Oké, als eerste vouw ik het zo. Nu heb ik mijn schaar nodig. Ik knip het topje van het gordijn ervan af. Oké, deze stukken zijn klaar om gebruikt te worden. Nu kan ik de steltang veilig gebruiken. Zo, nu is het goed dichtgemaakt. Tada, wat vind je ervan? Wat vind je van mijn nieuwe regenjas? Ja! Ik heb er ook één voor jou gemaakt. Nu blijven we droog als we naar de kleuterschool gaan. Hey, schatje. Huh? Wie is dat? Ik heb mijn bril nodig. Kom, het is tijd om op te staan. Oh, hi papa. Oké, kom, we gaan je tanden poetsen. En eet je ontbijt, zodat je sterk en slim wordt. Cornflakes is mijn lievelingsontbijt. Oké, ben je klaar om naar school te gaan? Oh, we moeten je veters nog strikken, zodat je niet struikelt. Oh, oh, wauw, je haar ziet er niet uit. Oef, een elastiekje? Laten we eens wat proberen. Misschien zoiets? Nee, dat is niet goed, papa. Oké, laten we iets anders proberen dan. Dit zou een stuk gemakkelijker zijn als je stil blijft staan. Nou, blijf ronddraaien. Goed zo, schat. Blijf doorgaan. En nu doe ik er gewoon een elastiekje omheen. Wauw, het ziet eruit als een hoorn van een eenhoorn. Kom maar binnen. Papi, yay! Oh, het is mijn kleine prinses. Heb je een goede dag op school gehad? Oké, ga maar even zitten totdat ik klaar ben. Ik ben bijna klaar, dus nog even blijven zitten. Ik verveel me. Ik ben bijna klaar. Oh, oh nee, waar is ze gebleven? Phew, kom er maar onderuit. Nu braaf zijn en gewoon hier blijven. Kinderen, ze zijn heel veel werk. Wacht, wat is dat? Oh nee, stop, stop. Dat is papa's werk. Hier blijven nu. Maar ik verveel me. Oké. Wil je met mijn telefoon spelen? Yay, telefoon. De batterij is leeg. Oh nee, mijn oplader is stuk. Wat moet ik nu doen? Wacht, misschien kan ik wel iets met dit telefoonhoesje. Ik kan dit servet gebruiken. En nu vul ik het plastic hoesje met lijm. Dat zou genoeg moeten zijn. Dan maak ik het dicht met deze steltang. Ik stop het vervolgens in het hoesje. En dan plak ik er nog dit glitterframe op. Goed zo, en nu kan ze ermee spelen. Ja, dit gaat ze helemaal geweldig vinden. Alsjeblieft. Wauw, er staan roze bloemen op. Ik ben dol op kleuren. Mam, ik heb een auto getekend. Ik heb meer papier nodig. Oh, oké, schat. Alsjeblieft. Ik ga een paarse zon tekenen. Ik heb meer papier nodig, mam. Je bent zo productief. Oké. Alsjeblieft. Oh, het papier is helemaal op. Sorry, schat. We hebben geen tekenpapier meer. Oh, niet huilen. Het komt goed. Ik weet al wat ik kan doen. Ik heb dit stuk karton nodig. En nu teken ik er iets op. Hij heeft zijn creativiteit vast van mij. Oké, de tekeningen zijn klaar. En nu plak ik er plakband overheen. Klaar. Nu kan het opgevouwen worden. Hey, schat. Kijk wat ik heb. Wil je deze schildpad inkleuren? Zie je? Zo doe je dat. Maar je kunt hem net zo vaak inkleuren als je wilt. Goed, hè? Gaaf, geef hier. Ik ga dit paard inkleuren. Oké, schat, laten we je nieuwe speelkamer eens bekijken. Cool, hè? Wauw, er is heel veel... Hier...
Oef, er zijn heel veel gevaren hier. Nee, schat, jij blijft hier. Niet bewegen, papa moet dit veiliger maken. Tijd om deze kamer onder handen te nemen. Moet al deze scherpe hoeken afdekken. Met wat duct tape kom je al een heel eind. Phew, oké. Het lijkt erop dat het nu allemaal veilig is. Dat was veel werk, zeg. Schat, ben je klaar om te spelen?